heer Bos, Forum voor Democratie. Dank, voorzitter. Met de publicatie door Al Gore van zijn opus magnum, zijn film met de titel An Inconvenient Truth, Hoezo Waarheid, werd het brede publiek rijp gemaakt voor het verdienmodel van de klimaatconctie. En we zien dat ook, dat er nu heel veel groepen bij betrokken moeten worden die hun verhaal kunnen gaan doen. Er worden ook opgeroepen om jongeren daarbij te betrekken. Hè. Degene die er nu wordt ingebracht is de toekomstig vredesnobelprijsdraagster Greta Thunberg. Dan moeten we opeens wel naar jongeren luisteren, want dan zijn ze verstandig en volwassen. En als ze iets doen wat bijvoorbeeld strafrechtelijk niet in de haak is, dan moeten ze beschouwd worden als jonge kinderen die geen verstand hebben. He, ik weet niet hoe het zit, maar laten we wel een keuze maken. Het kan niet één van twee, of het kan niet beide zijn. Dus burgers erbij betrekken, heel belangrijk. Forum voor Democratie sluit aan bij de fracties die dat hebben aangegeven. Wij zouden dat bijvoorbeeld willen doen door via een referendum de bevolking te vragen of zij meer willen betalen voor deze klimaatmaatregelen. En dan horen we wel wat het volk ervan vindt. We lezen ook in verschillende opiniepeilingen en dergelijke dat mensen zeggen: klimaat vind ik superbelangrijk. Hoeveel heeft u ervoor over in euro's? Dat is niet zo heel erg veel, kan ik u vertellen. Onderwijs werd ook net betrokken en daarover wilde graag mijn collega Van Hoeken even iets zeggen over hoe dat in het onderwijs voor effect heeft. Ja, dan heer Van Hoeken, wel graag op basis van de feiten en niet op basis van aannames. Want ja, mijn collega zei het al, nu lijkt het soms wel alsof het gaat om een religie. Ik vind dat niet gepast. Ik vind dat we moeten blijven bij de feiten, maar wel in alle redelijkheid. Dus ja, er is klimaatverandering. Daar moeten we zeker maatregelen tegen nemen. Maar wel met ons verstand. En het mag niet zo zijn dat jongeren eigenlijk al in paniek worden gebracht. Terwijl eigenlijk de werkelijke situatie gewoon totaal anders is. Dank u wel.